En eens kijken wat hier tussen zit voor jou. Hoi, ik ben Wies. Mijn vriend heet Koen. Zullen jullie meenemen, Sam ook? Ja. We hebben er twee. Aan de ene kant wil je de vaardigheid ontwikkelen van het kunnen lezen. Daarnaast wil je ook dat je plezier blijft aan lezen. Want als je iets leuk vindt om te doen, dan ga je het meer doen. Blijf vooral voorlezen. Dat zorgt ervoor dat kinderen lekker in de verhalen duiken, nieuwsgierig blijven, zelf willen leren lezen, zodat ze ook die verhalen tot zich kunnen nemen. Maar ook samenlezen is iets waar je kind heel erg bij kunt helpen. Zeker als het niet helemaal soepel loopt, het leren lezen, dan is het samenlezen geeft heel veel vertrouwen. Bijvoorbeeld toneellezen, waarin je rollen hebben, in dit geval de koe en de kip. En dan om de beurt de rol voorleest, alsof je een toneelstukje aan het maken bent. En het voordeel daarvan is dat kinderen heel veel herhaald lezen. Werkt heel stimulerend. Ik wil een feest, zegt Muis. Een feest met elk dier uit het bos. En als de zon er weer is, staat Muis op. Ik ben 6, zegt hij blij. Kinderen leren stapsgewijs lezen. Zeker in het begin is het fijn voor hun vertrouwen als ze de woorden die ze lezen ook kunnen lezen. Daar is een volgorde in. Het begint bij eerste leesboekje start. Daarna ga je door naar M3, wat eigenlijk betekent ongeveer middengroep 3. E3 is eindgroep 3, M4 is middengroep 4. En wij zeggen eigenlijk, als je dat leesniveau bereikt hebt, dan kun je lezen. Maar er is wel een volgorde. De A-boeken zijn echt voor kinderen tot ongeveer 9 jaar en de B-boeken vanaf 9 jaar. En daarin kun je kiezen wat je wil. Het leren lezen gaat niet bij elk kind even snel. Sommige kinderen hebben echt wat meer nodig. En dan is bijvoorbeeld een moppenboek ook een hele goede optie. Het voordeel van moppenboeken is dat ze met hele korte en eenvoudige teksten heel goed herhaald lezen en het dan na willen vertellen. Kinderen zijn gek op humor, dus moppen werken ook heel goed en ook heel goed voor de leesvaardigheid. Een egeltje geven. Ja! Hoe omhelzen twee egels elkaar? Heel voorzichtig. Vergeet vooral de informatieboeken niet. Misschien vind je je lijf wel heel erg interessant. Dan valt er ontzettend veel te ontdekken en te lezen. Of een zoekboek. Zeker voor de beginnende lezer zijn er heel veel verschillende zoekboeken. Waarin je samen niet alleen een verhaal kan ontdekken in de platen. Maar ook al eerste woordjes kunt lezen. En die zijn er ook in verschillende leesniveaus. En strips is ook zeker heel erg goed om te lezen. Al die boeken kun je lenen in de bieb. En gelukkig zijn kinderen gratis lid van de bibliotheek. Dus je kunt alles onbeperkt uitproberen.